Yo, beste kijkers van DFS Team. Welkom bij weer een gloednieuwe video. En niet zomaar eentje. De eerste Frankrijk video van het jaar. Door wat technische fouten zijn er wat beelden verloren. Namelijk de intro van de video, het inladen van de bus en nog wat beelden op de snelweg. Die waren helaas niet meer beschikbaar. Maar gelukkig, beginnen we gewoon bij het begin, zijn alle vissen die we hebben gevangen staan er gewoon op. Dus dat is prachtig. En daarnaast hebben we nog goed nieuws. We hebben namelijk een giveaway in samenwerking met tijgernotenkoop.nl. Kijk even op onze Instagram, @dbfishteam, hoe dit eruit ziet. En het is echt een prachtig pakket. Dus als ik jullie was, zou ik snel naar onze Instagram gaan. En dan wil ik als laatste zeggen, geniet van de video. Pak wat eten en drinken erbij. En dan gaan we vanaf nu weer naar het Franse land. Nou dames en heren, we komen er net op tijd achter dat de instellingen van de camera niet goed stonden. Dat is nu ondertussen geregeld, dus vanaf nu huisschrijven beelden. Ja, ik denk dat het wel gewoon oké was. Oké. Maar nu wordt het perfect. Alleen nog maar beter. Het wordt alleen nog maar beter. Nou, hoe ga ik hier ooit naar links? Sta je even in de Benelux tunnel? Godver, heeft een vrachtwagen pech voor ons. En niemand gaat ons er langs laten. Hij rijdt weer. Ja, beter voor. Wat een gezeik. Hallo. Hey, bonjour. Doe jij je broekjes even dicht? Ik doe het broekjes even dicht. Zo, jij bent nog wit trouwens. Ja, de winter is net voorbij, een soort van de lente is begonnen. Zonnetje schijnt, blauwe lucht en we staan in het Belgische land, bijna over de Franse grens. We moeten nog een uurtje of twee rijden en dan zijn we op de eerste stek aangekomen. Het is een keertje even wat anders. Geen 12 uur rijden, maar 4,5 uur. Dus, goed te doen. Ja, is goed te doen, zou ik zeggen. Ja jongens, in het Franse zonnetje. Daniel, die denk hij was een beetje moe. Dus ik zeg, joh, neem jij eens even een klein schepje pre-workout. Terwijl we in de auto zitten. Lekker? Lekker. Nu zit ik zo meteen nog 2 uur achter elkaar mee in de auto. Ja, lekker tropical gold. Alles voor de massa. Nee, we gaan door. Nog even doorplanken, 2 uurtjes. Doen we gelijk even wat push-ups. Nee, zo meteen als we aangekomen zijn. We gaan lekker flaneren zo, lekker zonnetje. Dus hoppakee, gas op die zuiger. Gozer. Kijk, als weg man. Ah, oh, dit is normaal gek. Kom je erbij? Hij doet het nu. Nee, die zie jij wel gebeuren. Ja, lekker dan. Wel lekker weertje. Nog 21 minuten. Ik snap er geen reet van. Ik probeer dat die DW pas hoor. Misschien dat daar wat meer op staat. Hé? Hey. Moet je niet even wat indrukken zo? Ja, we moeten weer met die Franse pannenkoeken gaan bellen waarschijnlijk. Ja, ik snap er geen reden van. Heb je de kaartje erin gedaan? Ja, staat op 30. Ja. Ja, lekker, het duurde even. De poort is open, maar we moeten wel gaan rijden. Nee joh, ik ga het niet dicht voordat jij door bent gereden. Hoop. Anders. Lekker de ruimte om te schakelen. En we moeten nog, hoeveel? Heel stuk. 20 minuten. Oh nee, niet zo lang. Nou dames en heren, we zijn er over 2 minuutjes, zoiets. Ja, en we vinden het helemaal spannend, want het is best wel een druppel vis water. Best bekend ook onder de Nederlanders. Dus er is een kansje dat er andere karpervissen zitten. Het is wel door de week en vanaf het weekend wordt het pas echt druk in Frankrijk met Pasen. Dus ja, fingers crossed. Ik hoop dat er geen andere vissen zitten, maar wie weet. Ja, het is echt spannend, hè? Zo wordt het geluid, gek. We hebben even de toeristische route genomen. We zijn een beetje verdwaald, heel eerlijk gezegd. We weten wel waar het water is, maar hoe we er komen, is de vraag.
rijden. Kijk dan. Waar de fuck zijn we? Gekke weg. Het is wel wel lekker, echt in de middle of nowhere. Veel kuilen, veel plassen. Ja, rechtdoor. Doe je raam naar beneden. Gewoon, nu rechtdoor. Ja, deze kant op. Met de aanhanger en zo. Oh, lekker joh. Nou, we waren er dus bijna bij het water. We zagen het toch, alleen er stond een hek. Dus we konden er niet komen. We denken nou, we rijden even naar de andere kant. Ja, je kan zelf zien waar de fuck we beland zijn. Ja, en nu? Ah, is niet zo diep. Red je wel. Kom maar. Makkelijk. Shit. Ja. We zijn er beland. Geen idee. Ik heb ook geen idee. We zijn even de weg kwijt. Nou, het allermooiste wat kan gebeuren in de middle of nowhere, dat is zojuist gebeurd. We staan vast met de banden in de bagger. We kunnen ook niet verder hier zo, want er staat een hek verderop. Komen we ook pas op het laatste moment achter. Dus plan van aanpak, we gaan nou de aanhanger loshalen. Die gaan we loskoppelen en even omdraaien. We proberen die auto in zijn achteruit uit te krijgen. Chit? Oh, wat een kut, sorry. Ja, het ging zo goed. Het ergste door het water is hier achter. We zijn er bijna alleen. Dus even... Om tevoren moeten kijken. Ja, dat is even minder. Daar staat hij. Ja, even buiten aan. Aanhanger staat daar. Gaan we maar kijken naar het spoor. Jezus, wees het duw, allemaal sokken eronder. Hè? Ja, maar we zijn er nog niet. We want we moeten daar naar boven. Ik ben helemaal duizelig. Ik moet keren hier ook. Hoe ga ik dat doen? Ja jongens, de tussenstand. We zien daar remspoor 1. Remspoor? Slipspoor 1. Hier nummer 2. En ondertussen zijn we nummer 3 aan het creëren. Maar dit is echt een... Ja, kijk die heuvel waar je op moet. We moeten een heuveltje op, dus het is Kijk, we zitten we lekker onder de baggerboer. Kijk eens even. Oh, wat is dat toch kut. DW Fishing Team on tour. Het ging zo goed, te goed. Het ging veel te goed. Jezus man, we zijn helemaal gesloopt. We hebben ondertussen al mijn t-shirt opgeofferd. Een theedoek van Chitten ligt er ook onder gestoken. What's next? Een tasje. Een gloednieuw tasje, jongens. Een tasje van de Sport 2000. Nou. Is die sokken weg inderdaad en onderpikken. Terwijl er echt gewoon stok onder liggen. Ja. Uit. Yo, hij is nou al voor de 10e keer vastgelopen. In de brandende zon hier zo. Middle of nowhere. Klote zooi. Nou, het tasje ziet er wel glibberig uit, moet ik zeggen. Ja. Weet niet. Yes! Goedje! Godver, wat ben ik blij. Zit er helemaal onder. Bloed op de handen. Nou, mijn haar zat vanmorgen nog goed. Nou, dat is ook weer ver te zoeken. Godver. Woe! Lekker, papieter. Soldatenwerk. Alles kan kapot. Hé? Lijp, shit. Oei, lekker, we schrokken. We zagen een auto staan, maar het zijn gewoon Fransen. Lekker aan het zwemmen zijn en we hebben alles voor onszelf. Hoppa, lekker pik. Come on. Kijk dan. Ja, gek. Het hele water voor onszelf. Tijd. Waar gaan we zitten? Ja, dat gaan we nou eens even kijken waar we gaan zitten. Ik zie jullie zo. Zo, we zijn aangekomen op het water. Zoals je ziet, een flink plasje met water. En hier zit hij. Daniel Tiedink zonder shirt. Het is april, 12 graden. Het is wel lekker wel hier. Nee, het is lekker. Plan de campagne, we gaan die drone gelijk de lucht in gooien. Dan gaan we kijken of we wat vissen kunnen spotten. En dan daarvan gaan we de auto parkeren en rustig gaan opbouwen. Zo is het. Ja, op zijn flotsa.
Nee, nou, je hoort er wel piepen. De drone is bijna leeg. Echt bijna leeg. Fuck, de karpers gezien. We waren eigenlijk aan het begin gaan zitten. Er zat helemaal niks. Hier, bij, precies hier. Fuck, grote groep karpers. Echt denk ik wel 30, 40. Ja, ik weet het wel kan zien op de drone. Ik heb nog een klein stukje kunnen filmen. Hij is bijna leeg. Dus we gaan lekker hier zitten. Daar is die. Hey, dit is wel handig zo'n drone. Lekker. Is dat even lekker? Chitten van de ski. Hallo. Weet je wat niet handig is? Vertel. Een flesje NM-olie. Open in je tas. Zeg? Ja, lekker. Kijk, als je hier inschijnt. Even gezien. Ja, dat kan ik wel zien. Niet best. Genieten. Ja, krijg beuren. Zo jongens, plan is gemaakt. Je ziet het, ik sta hier met een volle zak nieuwe bolies. Namelijk de nieuwe bolie van tijgenotenkoper.nl. Het is de bloedworm Alibut. We gaan een super lange sloot maken met deze bolies. Met de boliepijp. Dan gaan we dan 4 engels op vissen. 1 engel gaan we met de Ronnie gaan we single vissen. We gaan run om run vissen. En ja, we gaan proberen gewoon een hele strook te maken waar de vis op komt te trekken. Om te eten en dat we gewoon de hengels achter elkaar afgaan. Nou, dat is het plan. Ja, de vis hebben we al gezien, hè? Dus het voeren kan beginnen. Dus we hebben er genoeg. Hij is niet bang. We zijn zeker niet bang. We zijn lekker onderlijn aan het knopen. Je ziet het. We hebben daar een Ronnie. Die gaan we even krimpen zo. Hier een paar verse onderlijntjes. Dan is het tijd om te vlammen. Zo is het. Voer ligt er al in. Dat doet zijn werk. En zo meteen lekker met het bootje erin varen. En dan geeft het een uurtje. Ja jongens, zoals jullie zien. De hengeltjes zijn klaar om erin te gaan. En zoals jullie ook zien. Ga ik mijn kansen spreiden. Eentje ga ik vissen met de nieuwe bolie los. Dus met de bloedworm Alibut los. Eentje met de hot tuna pop-up. Eentje met twee mais pop-upjes erop. Zo spreiden we de kansen en kunnen we kijken wat werkt. Dat is belangrijk. Daniel gaat ook eentje vissen met een Ronnie rig en eentje met een losse bol. Zo hebben we dus 5 hengels in liggen. Gaan we verspreiden over de voerstrook die we hebben getrokken. 1 hengeltje gaan we nog heel random, heel ver met gewoon een flinke berg particles. Kijken of dat misschien werkt. En zo gaan we kijken of we de eerste nog een paar vissen kunnen vangen. Yes, het is tijd om het voertje klaar te maken. Ik zit hier in de laatste uurtjes zonlicht. We zijn net op tijd en we gaan beginnen met het eerste ingrediënt. En dat is de bloedworm Hollywood Boilie. 20 mm. Hoppa, gooien we ongeveer 1,5 kilo van in. En is de nieuwste boilie van tijgenotenkoper.nl. Zoals Chitter eerder al vertelde. Ik lig hier wel met het hele pakket, dus het wordt even een aardige uitleg. Laat ik nou die schaar laten. Hier ze. Als tweede gaan wij beginnen met de bloedworm pellets. Salvee. Wat gaan we er erin gooien? Ja, niet te zuinig. Zeker wel 300-400 gram. Hebben wij als volgt het broertje van de bloedworm pellet. En dat is de Hollywood pellet. Kijk die ook zo open scheuren? Ik dacht het wel. Kijk eens even. Kijk eens, schiet er ook een mooie hoopje van in. Hoppa, kind kan de was doen. Als volgt hebben we hier een mooie particle mix. Is de golden particle mix. Bestaat uit boekweit, hennep en tarwe. Wordt diepvries geleverd en dat is per 5 kilo zak. Altijd handig om mee te hebben. Ja, en het mooie wat daarvan is, is dat er nog geen tijgenoten doorheen zitten. Dus dat is perfect voor het vroege voorjaar. Ja, ja, ja. Als de watertemperatuur nog niet heel warm is. Nou, het is nog redelijk koud. We hebben het gisteren uit de vriezer gehaald, maar het lag op elkaar. Dus gaan we ook wat van instrooien. Lekker klein voer. Kan die vis een beetje gaan zoeken. Nou, zou wel goed zijn zo. Er zit ongeveer een derde van de zak in. Als volgt hebben we een bijzonder ingrediënt en dat is het verse aas. We vissen natuurlijk met de bloedwormrace. Dus bijna alles bestaat wel uit bloedworm en Hollywood. En dit zijn verse bloedwormen. Wordt ook diepvries geleverd. Er zitten in mooie zakken van een liter. Nou, dit stinkt echt als de pest als je dit een paar dagen laat staan. Maar we hebben ze gisteren uit de vriezer gehad, dus dat scheelt. Wat zullen we doen? Heel zakkie? Half zakkie? We hebben genoeg bij. Ik zeg, we doen de hele zak. We doen de hele zak van de bloedworm. We gaan even helemaal gek. Zo. Allemaal dode bloedwormen.
Maar als die vis het ziet, zo, die wordt helemaal gek. Die begint te sabbelen. Nou, die krijgt wel een tentje in de broek, denk ik. Als die vis het ziet. En dan sluiten we hem af met de bloedworm extract. Best wel dik, best wel een dikke vloeistof, moet ik zeggen. Doen we ook wel een lekkere spee van in. Doe het als sal mee. Hè? Ja, ik sla even over. Nog een paar kleine kneepjes. En dan gaan we de hele pesto in, gaan we lekker een beetje husselen. Dan wordt me een voertje gek. Moet jij eens even komen kijken zo? Ik kom even kijken. Laat ik eens even een schepje zien. Kijk eens gek. Je ziet de kleine bloedwormen over doorheen zitten, de pellets, maar ook de particles en daar af en toe een mooie bol. Hier gaan, hier gaan we alle vijf de hengels mee vissen en het is tijd. De eerste hengel gaat te water. Nou, de tweede hengel gaat water in. Lekker visveilig systeempie, helikoptersysteem. Watertemperatuur is nog erg laag, dus met voeren kijken we een beetje uit. Eén schepje, dat is meer dan genoeg. Dat is nog wel een flinke berg, moet ik zeggen, maar hij is er klaar voor. Ik ga hem even rustig in het water leggen. En dan hopen dat die binnen nu en de kortste periode afgaat. Dat zou mooi zijn. Hotsa. Zo, lekker. Het laatste uurtje zonlicht is ingegaan. Bijna alle hengels liggen in het water. We hebben hier de eerste drie. Rotpotje van Chitten. Eén hengel van mij, twee van hem. Tweede rotpotje. Dit is even de laatste hengel aan het uitvaren. Kijk eens, credo, schepnetje, alles klaarstaan. Het is 6:30. We hebben het wonder boven wonder gewoon gered. En we hebben een, wat is het, een afspraak, run om run. Als je de hengel pakt en je verspeelt hem of je vangt een brasem, telt hij ook gewoon voor de run. Ja, zelfs als er niks aan zit. Ja, en degene met de drie grootste vissen, dat is de winnaar van heel de sessie. En de verliezer? De verliezer, die mag wat lekkers gaan eten. Die mag een heel lekker rauw blikje kabeljauw leven op eten. Ja. Nou, dat was Chitten's idee en ik had er nog even van gehoord, maar... Het is goed voor de test, het is zo mooi, hoor. Het schijnt heel lekker te zijn. Lekker. Jawel, jawel, jawel. We zijn weer lekker avondeten aan het maken. Is fantastisch. Ze zijn weer verdiend, hè? Ze zijn zeker verdiend. Jongens, gewoon voor 7 uur. Voor 7 uur Frankrijk, aan de waterkant. Alles inliggen, avondeten. Gebeurt zelden bij de Davis Team. Ja, dus we gaan er lekker van genieten. Kijk, staat er mooi bij, moet ik zeggen. Ja, de hengels zijn wel wat divers, maar daar houden we steeds woorden van. Ja, het is een heel divers groppotje. Ja, maar goed. Hoppa! Ja, jongens, dit... Dit is echt een knalletje. Welk cijfer geef je hem? Kijk eens, Mexicanetje. Mexicanetje mayo. Zeker een goede 9. Helemaal goud. Zo. Kijk, sowieso gewoon, het kan ook gewoon karper zijn, hè? We gaan ervoor, jongens. Ah, ik hoop echt dat het karper is. Maar als het een brasem is, vind ik het ook wel mooi. En? Ik weet het niet. We hebben net het avondeten op. Zo. Nog liggen ze te vissen. Een uurtje. Ja. En? Het voelt wel als een brazenpje eigenlijk. Ik durf het niet te zeggen. Zo, wel spannend. Misschien is het wel een grote jongen, hè? Kan ook. Ja, tik op de top. Tik op de top inderdaad. Het is wel vis. Ja, het is vis, 100.000%. Ik zeg tegen Chit, ik zeg, hé, kijk naar die top. Gaat helemaal heen en weer. Ja, dit is wel een grote kans op een brazenpje. Ah, dat zou toch mooi zijn. Ja, dat was de volgende rum van jou, hè? Ja. Kleuterzoon. Kleuterzoon. Of het is een zilt of zo, lijkt me wel. Er zit hier natuurlijk fucking veel. Dat heb ik al gehoord, ja. Kijk, een tinka tinka. Kijk, een tinka tinka tijd. Ja, dit is prachtig, jongens. Nou, vertel het eens. Ja, nou, het is geen karp, hè? Maar? Ja, een Westlandse giebel. Dat is toch ongelooflijk? Dat is ongelooflijk. Hij is wel mooi hoog gebouwd. Dat is een grote jongen. Ja, ik zou hem even gauw scheppen. De eerste vis is binnen. Daar gaat mijn kans op karp, hè. Zitten ze aan de beurt. Hup, in het netje. Kijk eens, hotsevlot. Nou, ik zou hem wel even op de kant halen en jullie laten zien. Trots. Omdat het de eerste vis is. Trots. Oké, dames en heren, bij ons in de buurt zwemmen ze veel. Maar dit is mijn PR-giebel. En met je water is niet nodig. Duimpjes omhoog. Het is een knalletje, dat kun je zien. Ik ga wel even netjes terugzetten. Maar de volgende run, die is voor Chitten. Zonde van mijn kansen. En ik zie je wel lachen. Het lijkt wel echt een beetje op een karper. Ja, het is een broeder. Het is geen kroeskarper, het is wel echt een giebel. Maar wel een flinke jongen. Echt een grote jongen. Ik ga hem terugzetten. Ben je trots? Dan gaan we zo ik ben wel trots op je. Ik ben Apetrot. Nou, het is echt niet te geloven. We zijn net even die hengel van de giebel klaar aan het maken. We willen hem net uitvaren. Gaat dan denk ik die andere hengel van Chit ook ervan door. Op de honing liggen. Ik zweer het. Dus gelijk zenuwachtig houden. Ja, nee, hij ging snel, hè? Dit is de grote hengel, de grote vishengel. Die heb ik allemaal grote vissen in mijn leven opgevangen. Maar hij vecht wel een beetje raar. Nee.
Is het los? Ik denk het wel. Nee. Lekker pik. Ik weet het niet. Nee. Hij hangt nog, hè? Hij gaat naar links. Wat? Nee. Wat is het? Wat was het dan? Het is wel een kleine groot. Is het een karper? Nee. Wat is het? Nee, het is een giebel. Nee, het is nee. Zilt, nee. Nee, het is geen giebel. Het is zilt. Het is zilt. Nee, joh. Nee. Dat had ik echt niet van. Nee, what the fuck? Even een... Het vocht al zo raar. Wel sterke vissen, gek. Zo dan. Nou, mag jij ook even op de foto? Oh, nee, joh. Kijk, kromme toppen niet te soppen. Wat een knalvoertje hebben. Oh, wat gekut. Yes, Tinka boy. Ja, jongens, een mooie zilt. Mooie tinka tinka, mooie kleuren. En hij was erg sterk voor een zilt. Ik denk, wat krijgen we nou? Het vocht al zo raar. En je ziet het, mooie rode ogen. Ja, ik vind het wel echt prachtig geweest. Dat wel. Maar keuze voor de karpas. Ja, en activiteit overal, hè? Super veel activiteit, dus we gaan gauw die hengels uitvaren. Hoppa, lekker Ajax Feyenoord. Ziet er goed uit, jongens. Ajax voor. We zitten weer. Proost, pilsje erbij. Eentje kan al. Niet te gek. Nou, lekker op het einde bed vanavond. Sowieso. Hard gewerkt. Hard voor weinig, we zijn nooit zo gereinigd. Dat sowieso. Wat een knolder. Heerlijk. Wordt een variant. Jullie zien het goed, jongens. Niet enig wat er is gebeurd is voetballen, want daar staat hij weer. Piet met een kromme tomp. Piet, wat is het? Ja, ik vermoed. Klein vermoeden. Een zilt. Eentje maar. Lekker Piet. Nou, we gaan niet heel de avond witvis lopen filmen. Maar mijn beurt die was net weer voorbij gegaan. Chitten van de Schee weer lekker met een tinka. Mooi in de onderlip. Onthakend water? Ja. Ja, en dames en heren. Hoort ook bij schema zit hier helemaal propvol met witvis. Maar het is gewoon door de witvis heen vissen en de karper die komt van zo. En je verwacht het niet. Ik denk nou het zou wel een giebel zijn of een tinkaatje. Een zilt. Maar we hebben het hele pakket bijna. Ja, ja. We hebben ze al bijna allemaal nu, hè. En brazen. Kijk, is effe. Godverdomme. Het gaat echt goed. Nou, van de witvis... Daar kennen we wat mee. Maar de top 5 hebben we er al 3. Ja. Gewoon binnen een paar uurtjes. Ja, nou, dat doen er niet veel na. Ja, nou, het voertje werkt, de rigs werken, alleen de karper die bleef nog even uit. Maar ja, dan moet je doorheen vissen. Dat komt vanzelf goed. Zo is Ik ga deze kleine jongen even ontwaken in het water en dan gaan we gauw uitvaren. Shit aan de beurt. Hoppa. Lekker pik. Ja jongens, we dachten, hoe kan dat nou? Al die brazen en die witvis. Dat is even uitdoen. Toen wisten we het. Je moet gewoon een burger eten. Dan komt het helemaal goed. We dachten even een lekkere laatste maaltijd voor het slapen gaan. Lekker burgertje. Dus als deze erin zit, gaat hij pluiten. Mooie eerste karp voor chitten. En zo niet. Gaan we in ieder geval wel even lekker slapen. Dan komt hij vanzelf. Denk het ook. Adieu. De volgende shot. Kromme hengel, jongens. Helemaal uit. Of een brasem. Yes, goedemorgen dames en heren. Je hoort het al een klein beetje in de tent. Het weerbericht is even iets anders geworden vandaag. Het gaat heel de dag regenen. Gelukkig niet zo heel hard. Good morning. Hey, goedemorgen sunshine. Hey. Because it's not sunshine. Nee jongens, we hebben niks gevangen vannacht. Het is een slechte bedoeling. Ja, gebleven bij witvis. Het is gebleven bij witvis. Dus we doen natuurlijk run on run. Dus ik ga zo meteen alle hengels binnendraaien. Dan zit er dan nog witvis aan. Dan is Daniel weer aan de beurt. Het zou echt vreselijk zijn. Het zou wel leuk zijn. Dat hopen we niet. Maar het regent mij nu iets hard. Dus we gaan eerst even ontbijten. Ja. We hopen dat het minder gaat regenen. Onze buren verderop zijn ook vertrokken. Dus we zijn nu de enige op het water. Plan van aanpak. Zo verspreid mogelijk vissen, denk ik. Ja, we gaan lekker door de brasems heen vissen. We gaan lekker met die voerboot vol met die lekkere pelletjes. En dan gaat het heel goed. Hallo, goedemorgen. Het is tijd voor een lekker ontbijtje. De heren hebben lekker tosjes meegenomen vanuit het verre Nederland. Het is nog wel erg koud hier zo. Ik denk een graadje of 8. De watertemperatuur is ook nog wel veel laag. Dus de karpen zullen traag zijn. Goed, wij gaan even de maagjes vullen. Heb je trek, jongen? Ik heb honger, zeker. Dat dacht ik wel. Doe mij er ook maar eentje. Ja, ook even eentje, twee pannetjes, alles. Hoppa. Zo. Even deze uit. Zo, we zaten net lekker te ontbijten. Koffietje erbij. En dan kreeg je toch een fluiten voor het eerst. Hij ging vol door de slip, hè? Mooi. Karper? Ja, kan niet anders, hoor. Ja, denk het wel, maar veel bier, toch? Ja, veel bier inderdaad. Het ligt heel vredig bij. Het is ondertussen een beetje droog geworden. We hebben alle hengels weer op scherp liggen. Hoe lang ligt het in? Maximaal een uurtje, denk ik. Ja. We gaan hem nu voor het eerst zien. Ja, nee, het is een brasem. Wat is het? Een zilt. Een zilt. Nee.
Weer, hè? Gewoon een harde fluiter ook. Was echt een harde fluiter, inderdaad. Wat een gezeik, geus. Wat een tyfus, hè. Ja, jongens, jullie zien het mooi in het onderlipje. Op de snowman. Haak je eruit. Mag hij zwemmen? Mag gewoon weer zwemmen. Die kant op. Hoppa, weg ermee. Weg ermee. Maar het is nu 11:30. Mochten we twee uur geen karp hebben, dan gaan wij alle spullen niet per se inpakken, maar een beetje op de car gooien en in de auto stoppen. Gaan we helemaal naar het uiteinde rijden daar zo, naar het nog wat grotere stuk. En dan even de kans spreiden. Vind je niet? Ja, dat zou mooi zijn. Nou, na die witvis van Chitten hebben we toch een beetje, hoe noemen we dat, een beetje wanhoop in de schoenen. In de schoenen, ja. Diep in de schoenen gezakt. Ja, echt. Dus plan van aanpak. We gaan nu alle spullen inpakken. Hengels laten we staan. Rij Chit alvast naar de volgende stek. Einde van het water. Die gaat daar alvast alles opbouwen. Blijf ik hier bij de hengels. En dan mocht hij terugkomen. Gaan we die ook inpakken en dan gaan we daarin rijden. Want het is Goede Vrijdag. Morgen. Vandaag. Morgen. Morgen. Dus dan zullen we de volgende vissers arriveren. Hebben wij tenminste de betere stek. Gaan we vanuit. Hopen we maar. Ja. Ja, het is een gokje. Ja, maar weet je, blijven zitten. Er zijn ook maar 5 nachten, dus soms moet je gewoon kijk, blijven zitten. Snel schakelen. Oké, we hebben even doorgestreden, want het begint te regenen. Kijk eens, aanhangertje lekker open. 1 spanbandje eromheen. Rustig aan rijden en dan komen we er wel. Binnen echt 5 minuten hebben we ingepakt. Ja, echt. Mooi. Super snel inderdaad. Ja, gauw die hengels eruit. En op naar een nieuwe stek, nieuwe kansen, nieuwe karpers, nieuwe fruitjes. Nou, alles ingepakt. Inclusief de autosleutels. Die liggen hier ergens in de aanhanger. In de stretcher voor mij. Voor mij in dit zakkie. Ah. Ja. Soldaat. Het valt alles mee. Nou, toch alles snel erin gekregen binnen 5 minuten. Ja, dit ziet er wel mooi uit. Rijden. Lekker grap. Ja, daar liggen ze. Het is toch redelijk goed gegaan. We zijn in de nieuwe stek. Zelfde water, maar je ziet het. Ietsje groter. We zitten tegenover een mooi zwemstrandje met een ballenlijn. En we vermoeden dat hier de vis misschien wat meer zit. We hebben op de drone gezien dat ze in groepen zwemmen. Ik nou, hoop dat hier echt veel groepen zwemmen. Nou ja, daar zwemmen ze niet. Dus wie die waagt, die blijft maagd. En we gaan lekker hier zitten. We gaan ervoor. Hey jongens, jullie zien het nieuwe stekkie. Alles staat. We zijn nu druk bezig met de hengeltjes uitvaren. Daar zit hij. Gewoon vanuit het tentje. Hallo. Ja, want... Kijk eens, mooie gebroken hengels op. Ja, dat doet hij goed. Je ziet het, het is lekker weertje. Slecht weer. Daniel is daar halverwege het water. Ja. En ik ga zo meteen ook deze 3 units even uitvaren. En dan is het wie zijn beurt? Daniel's beurt. Lucky hond. Ja jongens, we zijn nog bezig met de hengels uitvaren. 100%. En Daniel zegt 100% zeker karper. Ik denk nog steeds dat het een zilt is. Maar het zou mooi zijn. Die kans is wel aanwezig, maar ik kreeg toch een terugzakje op? Ja. Zo. Het zou mooi zijn, We waren net bezig met 4 hengel. En we hadden even wat gezeik met de voerboot. En in één keer ging deze vandoor, een terugzakketje. Ik durf niet te zeggen wat het is. Het kan ook inderdaad gewoon een zil zijn. En dan ben je onzeker na al. Ja, dit is er één. Ja, dat denk ik zie het al. Dit is sowieso een zilt. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik voel het al. Het is een zilt. Ja? Ja. Het is er één. Het is een ouderwetse. Het is een klassieker. Ik zag hem al, een mooie gouden flank. Kijk eens. Jawel. Hoppa. Die is ook binnen. Ik heb er al 3. Van de witvis Big Five. Helemaal goud. Op een single bowl. Maar ja, we zitten pas net. Het geeft wel indicatie dat de vis zit. Maar ja, dat was er ook. We gaan onthaken in het water en dan gaan we de rest van de hengels weer doen. Wat ben je aan het doen? Ik ben een karpser van bellen. Ja, jongens. Het zonnetje is doorgebroken. Zoals je kan zien zijn de wolken vertrokken. Blauwe lucht. We gaan even gelijk de drone in de lucht gooien, denk ik. Helemaal super. We gaan even kijken of we nog wat vissen kunnen vinden. Ja, we hebben hier Chitten, die heeft ze net al gebeld, de karpers. Ze komen eraan. Dus de camera staat er klaar. Het wordt gek hè, als we op die stek waar we net zaten alleen maar karpers vinden.
weet het niet. Zo, we waren dus net lekker even genieten van een kipkrokantje en met de drone aan het vliegen. Ik had net de camera aangezet op de hengels. Hij staat erop, hè, de run. Ja, hij staat erop, hij staat erop. Ik denk dat het alsnog gewoon zilt is. Een harde run op 200 meter afstand. Ja. Is dat met die gevolgde lijn? Ja. Hij zwemt wel erg naar links, hè. Maar het ziet er wel weer uit als een zilt, Driel, moet ik zeggen. En we zagen net met de drone zagen we dus heel veel licht en donkere plekken. Dat betekent wierplakaten en geen wierplakaten. Dus we gaan zo meteen met het uitvaren van de boot gaan we de hengels even inhalen. Ga ik met de drone naar boven vliegen. En dan ga ik kijken of de boot op een schone plek is of niet. En daar droppen we dan al het aas. Vind je niet? Sowieso een zilte. Zo, wat een sterke beest, gek. Dat is niet normaal, hè, die zilte. Ah, je wordt er helemaal gek van, joh. Je wordt er helemaal gek van. Wel weer mooi in het onderlipje. Ja, koop je ervoor. Je kan die onderlijnen gaan verkopen, pik. Ja. Nou jongens, mijn engel staat nog hier. Ja, en daar staat Daniel Tiedek alweer. Met weer een zilt. Dat is fantastisch. Die kipkrokantjes is in de pan, hè? Ja, het is fantastisch. Die is weer wel mooi in het onderlipje. Wat een geweldige wezen zijn, ja, toch? Ik ben zo gereden. Morgen gaan we naar een ander water, maar we moeten hier nog wel even elkaar bevangen. Het moet, hè? Ja, tyfusbeestje, hoor. Het moet. Nou, dames en heren, we hebben geleerd van onze fouten. Met de Ronnie Rigs en de felle pups vangen we dus alleen maar zilten. Ja. Yes, dames en heren, twee nieuwe onderlijnen, want we gaan de Ronnie Rigs ervan afhalen. We vangen alleen maar zilten ermee, in totaal al een stuk of 7 of 8. Dus we hebben geleerd van de fouten. Deze gaan we eraan. Een paar bollen bijvoeren met de hand. En ja, kind kan de was doen. Droom de lucht in, boot het water in en knallen. Gas geven. De man van de camping. Jongens, het is tijd. De hoogste tijd. Goed om te weten. En we vangen helemaal gereed. Dus het kan gewoon. Ja, en we zitten hier lekker beschut. We hebben de zware scheten. In het tentje. Dat is waar we hebben. Aan het werk. Daniel Tiedek. Hallo strijders. De eiwitten moeten hoog blijven. Dus we gaan even goed eten. Een lekker Hollands gerechtje. We hebben namelijk pandanrijst. Heel pannetje. Met erin Thaise kipfilet met, wat is het, chicken tonight? Ayam pang pang met achai shampoo. Ja, dat klinkt lekker als een Hollandse pot. Ja, en we hebben een klein beetje haast, heel eerlijk gezegd. Want we zitten al 2 uur te wachten tot de zon eindelijk een beetje doorbreekt. Zoals je kan zien, gaat het nou eindelijk gebeuren. En dan kunnen wij met de drone de lucht in. En dan kunnen we kijken waar de wiervelden liggen. En dan kunnen we daar met de boot het aas op de schone plekjes droppen. Dus we gaan snel chappen en dan snel die boot in het water smijten. En dan gaan we karpen vangen. Hats! Ja jongens, dit ziet er toch wel veel lekker uit. Ja, goed jongens. Kijk, daar zitten hier ook 2 bordjes. Ja, het past bijna niet. Dus ja, mooi is dat. Creatief. Ga jij maar eens even eten alvast. Ja, het is fucking heet, man. Neem even een hapje, gewoon zeggen hoe het smaakt. Ah, fucking heet. Eet smakelijk. Kijk eens, daar komt ie. Ja. Ah, super donkere wolken, maar kijk eens. Zonnetje breekt door. Chit is vandaag de schipper. Hij gaat alle 4 de hengels uitvaren. Ik ben de piloot, ik ga snel met de drone vliegen. We hebben echt fucking lekker gegeten net. Maar het is nou even haast, hè. We hebben denk ik 20 minuten. Dan liggen we tenminste schoon te vissen, want ja, zonder boot, zonder diepte boot is het best lastig. Helemaal niet gek. Ja, jongens. Maar liggen ze allemaal op scherp. Dan gaan we de nacht in vol goede moed. En met een hoop vertrouwen. Ja, toch, kijk net op tijd, gek. Het begint weer donker te worden. En dan morgenochtend peren we hem om 8 uur. Dat weet ik ook wel zeker. Zo, alle hengels liggen weer op scherp. Chit had weer een mooie tinka. Mooie zilt. Oh. Ja, en we ruiken al heel de tijd echt iets ranzigs. Dan weten we wat het is. En we gaan eens even kijken wat. Het is echt wel een grote jongen. Ik heb hier een stokkie. Ik denk een snoekbaars of zo. Kijk de kiel, gadverdamme pik, dat stinkt. Ja, waarom doe je dat pik? Maar even kijken wat het was. Jullie zien het jongens, de middelste hengel is er vanaf. Want Daniel Tiedink zegt dat het zover is dat hij een karper aan heeft zitten. Maar we hebben een ander klein probleempje. En dat is genaamd wier. 4 letters. 4 kleine letters zorgen voor een groot probleem. Deze jongen zit zo vast als, ik weet niet wat. Maar het is er een, hè? En hoe vast zit hij? Hij is fucker. Wat vinden we daarvan?
kut. Ja, dat vind ik ook kut. Voor het eerst echt zeker bijna, ja, ik durf met 90% te zeggen dat het een karper is. Daniel Tiedink, de welbekende Daniel Tiedink. Ja, ja. Met de welbekende uitspraak. Het is er een, het is er een. Het is weer zo'n kutbeest hoor. Dat denk ik, kijk dan. Het is er weer een hoor. Ja, gadverdamme. Ik dacht deze keer serieus dat het echt een karper was. Hij lag echt fucking ver, ik denk 1 meter of 200, maar hij zat zo echt door het wier heen vast en zwom alle kanten op. Ik denk, nou... Gewoon door de slip gaan, vooral. Ik denk, dit voelt heel anders, het moet er wel eentje zijn, maar het is godverweer zover. Ik heb echt ondertussen een bloedhekel gekregen aan de beesten. Maar we moeten nog wel een karp kunnen vangen, hoop ik, door al die witvis heen. En morgen zijn we loeseluizen. Oh, ik ook al zeker. Ja, zeker. Yes, dames en heren, het is een beetje donker aan het worden, kun je wel zien. We zijn de sek even aan het opruimen en een beetje aan het ordenen. Want we gaan morgenochtend zeer vroeg weg. Wekkertje 6:30, 7 uur. Dan vertrekken we, want we zijn helemaal klaar met die zilte, die witvis. Karpen, ja, ik hoop dat het vannacht nog komt, maar ik zie het somber in. Ik ben er goed klaar mee. Ben jij zitten, meester? Ja, wat doe je? We moeten hopen dat het goed komt. Ik weet het echt niet. Want zonder hoop dan ben je helemaal niks. Maar ik heb er geen vertrouwen in. Dat niet. Nee. Dus het is tijd voor nieuw water. En we gaan gewoon toch blijven hopen. En anders voor het volgende water. Ja, heel ja, vis zitten wel, alleen ja, het is zo koud joh. Koude temperaturen, veel witvis. Ja, het is veel zorg hier. Ja, het is lastig. Het is een lastig gebeuren. Oké, okay, gaan wij zo lekker slapen. Je meent het. Ja, kijk, 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 kijk. Zo, hoor hem kraken. Kijk, oh. Ja, het is sowieso. Oh. Pik, eindelijk. Ja, ja. Pik, hoe laat is het? 11:30? 11:15? Het is volle maan, bakkennacht. Zo. Hé, zo. Echt niet normaal sterk, gek. Hey, laatste nachtje. Ik zit samen met Chit in de tent. Wat zei je net? Een kwartier geleden? Weet ik niet. Nou, een kwartier geleden zei je dat, weet even elkaar. Ik heb de hoop opgegeven. Morgen lekker naar het andere water. Ja, joh. Zo, hij is hem naar rechts houden. Hij is met fuck ergens. Kijk dan. Zo. Goeie slip ook, hè? Echt het gevoel. Elk moment kan breken die hengel. Ja, dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Dat is niet normaal sterk, ja, hij is echt heel sterk. Hij zet fuck ergens. Hé, hey, Pik, je flikt op mijn hengel ook. Oh. Ja, dat is wel het mooiste. Ik had er geen vertrouwen meer in, Pik. Echt niet. Ik wist wel niet meer hoe het voelde. Hoor die hengel kraken ook, hè? Ja. Ik vind het ook maar eng. Ja, met de gebroken top. Oei, oei, oei. Krijg je hem wel mee? Jawel. Hij zit wel in het wier, hè? Ja, dat denk ik wel. Wat? Nou, we hebben hier Chittermeister. En die vis die zit helemaal in de kanten, maar we hebben hier heel veel bomen staan. Kunnen we niet langs lopen? Nee, nee, nee. Je hebt hier die hoge boom. Lukt niet. Je hebt hier koude veel bomen staan. En daarachter een paar hele hoge, dus daar kunnen we niet met de hengel langs. Dit is een Chit, hij komt mee. Schuurt hij nog steeds? Ja, hij schuurt als een jekko, gek. Ja, hij zit ergens achter. Maar het gaat goed, ik krijg er wel mee. Voorzichtig, alsjeblieft. Ook niet vallen. Hij is dichtbij, hij is dichtbij. Ja, hij zit hier, hij zit hier. Hier ergens zit hij. Daar. Ja, zo! Ja, mooie spiegel, gek. Oh. Kijk je dit? Zo gelijk scherp. Zo, dikke rug. Hij heeft een dikke rug, hè? Pak dat schip. Ja, ja. Hij heeft nee, pas op voor je lijn. Ja. Zo, hij heeft een dikke rug. Jezus. Ja. Kom, kom, kom. Nee, hij zit er niet in. Zo, hij is dik. Hij is fucking dik. Hij doet dat. Ja, ja, kom. Kom, kom. Hij is tering. Hij is fucking zo. Kom, trek, trek. Hij past er niet in. Ja, hij zit er. Hij is zo. Zo. Zo, kijk dan. Zo. Hij past er niet in. Zo. Zo. Hij is tering. Zo. Hij is tering. Zo. Hij past amper in het schep net. Wat? Kerel. Kerel, gek. Oh, even die lamp branden. What the fuck? Zo. Ja, al die fucking zilte gek. Zo. What the fuck? Laten we zien. Zo. Wow. Kom weer, laat mij eens even erbij. Dat beest is zeker, zeker dik over de bed. Jezus. Hij heeft een dikke rug ook. Hij is fucking. Hij heeft een pens. Ja, hij is minimaal 50 kilo. Maar hij gaat misschien wel veel hoger.
Het is echt heel dik. Oh, kijk eens achter jou, volle maan. Ja, volle maan, bakkennacht. Je kent het wel. Even de weegschaal goed zetten. Even de sling nat gemaakt. Kijk eens. Helemaal mooi op de nul. Natte sling. Zo nat als maar zijn kan. Ik ben echt benieuwd. Tering jantje. Jezus. Dat is wel echt een flinke beuker. Na al die zilt en die witvis. Het was wachten waard. Nou, hij paste dus niet in de kredel. Dus we hebben even een grotere mat gepakt. We gaan hem maar wegen. Zo, het is echt niet normaal. Pik, je gaat niet, je gaat niet doen. Zeg. 25,8 kilo. Oh, je bek. Ik zweer. Je lult. Ik zweer. Nee. 25,8 kilo. Je lult. Nee. Je lult. Ik zweer. Nee. Ik zweer. Echt. Ik zweer. Hou nog eens vast. Hou nog eens vast. Je lult. Nee, ik zweer. Je lult uit je bek. Hou mezelf vast. Hou mezelf vast. Bijna 26. 25,6 denk ik. Hou eens vast. Oh, is gewoon nieuw PB, ouwe. Ja, hier. Je lult. Hou die camera vast. Je lult, kijk. Ik maak een grapje. Je lult. Nee, nee, nee. Kijk. Zo! Zo! Niet normaal! Niet normaal! God, wat dan? Nou, die zilte vind ik lekker, wat! Ja! Het is echt niet normaal, hij heeft een pens. Kerel, man. Kijk die pens. Oei, joh. What the fuck, gek. Waar is die opening? Die hebben zeker wel vaker gevraagd. Ah, het is niet normaal inderdaad. We zullen vast afdenken waarom staat Chitten in zijn onderbroek. Met die dikke benen. Met hier. Kleine flex. Nee, gekheid. Nee, maar ik ga zo meteen natuurlijk een emmer water over mijn kop heen. Inderdaad. Een vijftiger, ik kan het gewoon niet geloven. Die staat hier al klaar, een flinke emmer. Hij is zo groot. Ik ga jullie eens even laten zien. Wie de baas is. Wie de baas is in het huis. Kerel. Dit is ongekend. Wat een vis, jongens. En mensen weten niet eens hoe breed die is, hè? Nee, 15 zilten gevangen. Hier moet je kijken. Jezus. Hij is zo breed. Niet normaal, pik. Ik denk dat hij een meter lang is. Meter lang. Meter breed. Ja, is kerel. Dat kan jij. Niet normaal, hè? 22,6, jongens. Vertel even hoe koud het is. Super koud, 3 graden. 3 graden, is tijd voor een emmertje water. Het is tijd voor een emmertje water. Ik ga de emmer even hier neerzetten, de kamer even hier neerzetten. Oh, schiet op, gek. Oké, hou hem goed vast. Klaar ervoor? Ja, nou eigenlijk niet. Het is 3 graden, gek. Oké, jongens, snel. 3, 2, 1. Check. Zo koud, gek. Zo koud, jongen. Wim Hof, altijd. 12 is als pik. Zo, ik moet snel die vis weg. Kom, we gaan snel die vis wegzetten. Oh. Joh, wat lekker dit. Het was onderkoeld. Oké, ik heb een handdoek voor je. Kom, maar ik neem deze even mee. Waar is je kop? Hier. Aan deze kant? Pik, man. Ik heb nog nooit zo'n grote vis gezien in mijn leven. Wat een monster, hè? Wat een vis, jongens. Hij zit met snuitvast. Oh nee, daar gaat hij al. Hij past er niet in die sling. Kom maar even bij. Kijk die. Kom. Mafkees binnen. Wat een gek. Ja, bijna. Kijk hoe groot die is, gek. Juist. Gaat er gelijk. Kijk die rug, gek, in die pers. Kerel. Hey, niet normaal. 25 kilo, jongens. Helemaal gek. Helemaal nat, hè? Helemaal nat, helemaal duidelijk. Volle maan. Doe een dansje. We doen een dansje. Een lekker pik. Tik hem aan. Weer een handdoek? Ja.
en verwarming. En hoe heb je het? Koud! Kijk, deze man kast nu geworden in een jaartje tijd. Hoehoehoe. Lekker pik. Nee, het is wel echt koud. Zo, ik moet ook een andere onderbroek gaan. Zo, het is pas 12 uur, gek. Ai. Gaan we bij de verwarming zitten? Ja, ik moet eerst even omkleden in de tent, gek. Nou, dit hebben we nog nooit meegemaakt bij de visteam. Zo'n vis. Eindelijk de magische grens. Niet normaal, jongen. Daar is hij, de kerel. Kijk eens. Ah, dat is lekker. Proost. Eindelijk, pik. Staat hier nog wel een tas met kleren. Die gaan we even deponeren op het rondje. Hop. En we gaan eens even die kachel aanknallen, hé. Ja, jij zal het wel koud hebben. Zeker koud. Kerel, de visteam eindelijk de magische grens. Niet normaal. 25 kilo. Ik kan het gewoon niet geloven. Nee, nou, ik zag hem in het water. Ik zeg 20 kilo, heel misschien wel. Zo, zat er nog mis te scheppen. Alles, hè. Ja, hij past er niet in. Oeh, dan. Wat een knaller. Niet normaal. Ja, en nu? Knaller. Morgen weg? Morgen weg, ja. Ja, wel. We hebben het wel uitgespeeld nou. We hebben het zeker uitgespeeld. Nou jongens, jullie zien hier de apenshot in het handje. Maar deze vis heeft ook nog eens een heel mooi verhaal. Kijk, ik zat hier lekker met Daniel. We zeiden, oké, over 10 minuten gaan we slapen. En ineens zit Daniel zingvecht. Lach. Werk. En bewonder dat nummer aan van Ramse Shaffi. En hij zegt zo, van de week was de begrafenis van mijn opa. En toen Theo. Het nummer van Theo. En tijdens dat nummer ging gewoon die engel af. Dus de vis die we hebben gevangen, de 25,6 kilo. Speciaal plekje in ons hart. En we noemen hem vanaf nu Theo. Hij is gedoopt tot Theo. Hij is gedoopt tot Theo. En op Theo nemen we een paar lekkere apenshotjes. Om het leven toch gewoon te vieren. Vier het. Zou je ook gewild hebben, hè? Zou Theo het ook graag zien. Nou, voor het eerst hebben we 3 shotjes bij één vis moeten nemen. Zo is het, jongens. Hierna lekker slapen, want we moeten vroeg op. Hoppa. Lekker bekkie. Hij is wel voor het eerst koud, hè? Hij is niet koud. Nou, lekker dan. Hier. Dan ga ik ook maar. Ik heb een lampje uitzetten. Nou, ik ben alleen maar warmer gewend door Frankrijk in de zomervakantie. Oh, je bent gewoon achter elkaar. Jij vindt het lekker. Nou, beter dan de warme zooi. In de zomervakantie. Ja, maar, dames en heren. Wij gaan dan wel lekker slapen binnen nu een kwartier. Nou, morgenochtend wekkertje om 7 uur. En dan gaan we door naar de volgende sec. Hier is het mooie geweest naar alle witvis. Een hele, hele goede morgen. Doe even een ochtenddans. Lingen. Dat was het. Okay. Nee, dames en heren. Het is 7:30. We hebben een zwaar hectische nacht gehad. We hebben echt amper geslapen. Er zijn een paar vissers bijgekomen. Daar zitten vissers. Dus we gaan eigenlijk net op tijd weg. Wat er vandaag is gebeurd. Jit heeft natuurlijk een prachtige vis gevangen. Daarna was mijn beurt. Daar hebben we helaas niet veel, maar ik heb een mooie braas van gevangen. Hele mooi. Daarna, een uurtje geleden, is mijn hengel nog een keertje afgegaan. Heeft Jitte wederom een fucking mooie schub gevangen. Nou, die zit even in de slinger hier. Die gaan we nu gelijk laten zien. Het zonnetje is net naar boven gekomen. En wat is daarna nog gebeurd? Daarna is er weer een hengeltje afgegaan voor Daniel. En wat denken? Tinka! Mooi zeld! Ja. Dus het is zo meteen ook weer Chitten zijn beurt op het volgende water. Het is fantastisch. Maar goed, we zijn één team, één taak. En we gaan even een mooie schub op de kant trekken. Dan gaan we daar de spullen inpakken en dan gaan we door naar de supermarkt naar het volgende water. Hoppakee. Broertje. Ja. Daar zijn we alweer hoor, de gelukkige jongen. Nou, 14 kilo precies. Echt? Ja. Lijp. Ja, ziek. Ja, hij was echt best wel kalm tijdens de drill. Ja, hij is geen enkele door de slip gegaan, hè? Ik zei heel tijd, nou, hij is een zilt. Ging niet door de slip. Toen kwam toch in één keer dit monster boven. Prachtige vis, 14 kilo. Met een lange schub. En hij is lekker kalm. We hebben een klein uurtje gezakt. En daar is hij niet lelijker op geworden. Kijk eens, wat een prachtige vis. Puntgaaf wekje ook. Puntgaaf. Ik denk dat we terug gaan zetten en op naar het nieuwe water. Is goed. Zo koud, jongen. Dat water is nog echt ijskoud. Ja, watertemperatuur is een graadje of 2 of zo. Zo. Daar gaat ie. Hoppa. Oh. Het is koud water. Oeh. Ja, lekker strijden. Op naar het volgende water, of niet? Zo is het. Dan komen we daar redelijk op tijd aan. Uurtje of 8:30, 9:00. Dan kunnen we knallen. Zo is het. Hopen dat er niemand zit. Hoop ik ook. En dan... Kijk, daarachter, allemaal nieuwe vissers. Daar zo, allemaal nieuwe vissers.
Dus we moeten snel weg hier. Moet je gewoon weggaan. Als je je schoten hebt gelost, dan moet je naar het volgende doen. Zo, dames en heren, fris en fruitig. We zijn even omgekleed en de spullen zijn door. Allemaal ingepakt. Mag je maat. En vertel eens even, onze gedachte is uitgekomen. Ja, we kwamen echt in een ochtend 7 auto's aan. Ja, misschien wel meer, 8 of zo. Heel vol nu. Echt, nee. Denk wel 10 tenten nu aan dit water. Nederlanders, Belgen, alles. Maar ja, zoals ik al zei, we hebben een vis gevangen. 2 prachtige vissen, dus we gaan gewoon lekker door. Wij gaan lekker door inderdaad. Wij zijn niet te stoppen. Wij gaan de meuter, zijn wij voor. Yes, er staat hier lekker het blaasje te legen. En het is echt fucking lekker weer. Zie de bal. Hoppa, Franse stokbroodjes erbij. Tasje gevuld. We kunnen we. Amigo. Op naar het volgende water. Hey, zeebemin. Lekker zonnen. Jongen, we zijn er hè. Hier zo achter. Het is wel druk, 3 vissers. Het is een klein putje. Maar we gaan precies op een plek zitten waar je dus moeite moet doen. Want ja. Je moet gaan lopen omdat er een boom in de weg ligt. Dan zou ik eerst even de drone in de lucht gooien om te kijken of je het zien. En ja, je weet het, ga op plekken waar de ander niet gaat. En je zal zegen vieren. Nou, we hebben net een paar Engelsen gesproken, hè? Aardig lui. Aardig lui, dus we hebben super dikke vissen op. Dus, ja. Handig ervoor. Nou jongens, dit zal de stek dan worden. Super helder water, wel veel vier. Zoals je hier al ziet, echt moeilijk bevisbaar. Ik weet niet of je het goed ziet met die wind op het water. Daniel Tiedink, die is druk bezig met de drone klaarmaken. En we gaan eens even kijken wat het van bovenaan zich eruit ziet. Jongens, we hebben hier een meeste spotter, Daniel Tiedink. Ja, gek. En hoeveel zie je er? Ja, echt fucking veel. Dus we hebben echt een rijtje. Zo, er zit een dikke tussen ook. Ja, er zit een tering dikke tussen. Ja, let's go. Ja, joh. Maar waar is het? Kijk, Hatti. Yes, Dromie zit weer in het koffertje. We hebben bijna alle vissen van het water kunnen spotten op één plek, met z'n allen in één grote groep. Hiernaast zitten een paar Fransmannen. Ja, die kennen natuurlijk die vissen, maar we gaan daar even een praatje met ze maken. Even kijken of ze wat gevangen hebben, maar we gaan vooral kijken waar die hengels heen gaan, waar die lijnen heen gaan. En als het goed is, gaan die niet naar de plek waar alle vissen liggen, want dat is namelijk bij onze stek hier. Hè. Als het wel zo is, kunnen we problemen krijgen, maar we gaan gewoon even van de dom houden, een praatje maken. We zijn hartstikke dom. Domme Hollanders. Oh mijn god, die chittergek. Heeft hij even de aanhanger eruit getrokken terwijl de elektriciteitskabel er nog in zat. Ja, alle kabeltjes hierin zitten los. Zoals je kan zien, zit het hele ding zit er nog in vast. Dus we hebben een probleem. En er schijnt dus een keer een YouTube video gemaakt te zijn. Van een Engels merk. En die hebben echt mega zieke bak van 58 pond schub. Nee, 58 pond spiegel, 56 pond schub. Ja, fuck. Allemaal dat soort gewichten. Echt mooie vissen. Veel dikke vissen. We hebben natuurlijk op de drone al gezien. Dus we gaan gaan knallen en gaan zien. Ja, en wat was je theorie? Die Engelsen met de spot? Engelsen spotten heel veel. Dus heel veel, heel veel kleine bergjes voeren. Dus dan gaan we juist totaal nieuw. We gaan lekker met de bolies bij overal bolies strooien. Hou ook niet te veel, hè? Nee, we hebben lekker gespreid. En losse bolies, dat ze moeten zwemmen. Dan komen ze in één keer die losse bol van ons even. Eigenlijk bijna niks in de voerboot, hè? Dat is de Sjaak. Yes, we zijn langzamerhand de hengels aan het opbouwen. We moeten hier een beetje stil praten, want de vissen zijn hier aardig schuw en er zitten er niet zo heel veel. Ik heb mijn hengeltjes heb ik baasd. Ik heb er een gloednieuwe onderlijn aan hangen. Een curve shank, haakmaatje 6. Met daaronder één single bol, de Bloedworm Halibut, 20 mm. Helikoptersysteem, zoals je ziet. Dat moet hem gaan worden. En hengeltje nummer 2. Ga ik bevissen met een Ronnierig. Met daaronder een tuna pop-up. 16 mm geloof ik. En we gaan 2 hengels. Gaan we hier zo een stukje naar rechts vissen. We zagen dat daar alle vis lag. Groep van ongeveer 25 vissen. 2 hengels gaan we hier in de schone plekken tussen het wier leggen. Misschien dat de vis vannacht wel een beetje gaat bewegen. Ik hoop het. Nou, we zijn nu bezig met het voertje te maken. Heerlijk voertje. En wat gaan we alles doen aan de rest? We gaan niet met bollen voeren en we gaan een mega lekker pappie maken, zoals je hier ziet. Bestaande uit de Halibut pellets, ja, de bloedworm pellets en de bloedworm zelf. Ja, de levende bloedworm. Dus we hebben echt een hele zak levende bloedworm erin. Super natuurlijk, veel olie en hennepolie en bloedworm extract toegevoegd.
En dit wordt echt een voertje. Ik ga nu even kokend water bij, zodat de pellets sneller oplossen. Ja, maar koud water gebeurt niet zo snel. Chitter die kwam met de tip. We gaan de waterkoker erbij gooien. Ja joh, dat doen we gewoon. Dan moet het vanzelf smelten. Dan gaat het als een jekker. Als sneeuw in augustus. Nou, Daan, leg het eens even uit dan. Nou, het waterkoker ging niet snel genoeg. Dus we hebben nou even een dubbele brander neergezet. Ja. Hoppa, snel koken. Nou, zoals je ziet is het echt wel een lekker papje geworden. Ik zal het even demonstreren. Ik moet nog even eigenlijk ietsje meer afweken die pellets. Kijk, lekker helder water. Kijk nog eens. Die wolken, heel bizar. En dan vissen we met een heel klein pop-upje erop. Of een single bol. Lijpe shit. Ja, dat is het. Kijk dan. Wolken als een gek. Lijpe shit. Ja. Yes, is de Ronnie Rig, nummer 1. Zo. De boom wordt echt heel smerig. Is meer dan zat. Chitty die gaat hem uitvaren. Ik ga met het drone kijken of we op een wiervrije plek liggen. En dan gaan we afwachten. Slappe lijnen. Hard werken. Yes, de vrienden. De knappe jongens. Nadat die ding Chitty dan schreef. En ja. We zijn gecontroleerd, ja. Ze maken hier geen geintjes. En ze waren helemaal tevreden. Ja, zeker wel een stuk of 6 man. Bye bye. Een stuk of 6 man, denk ik. Zijn niet bang. Nee, zeker niet. Maar we zijn goed. We mogen blijven zitten. En ze zeggen ook de auto mag op de stek staan. Dus, ja, dat is wel top. Ja, beter. Die gaan naar 4 rijden. Hoi. Hoppa. Hey, wat zie ik daar? Oh, de Hulk. Ja, wat ben je aan het doen? We zijn lekker aan het trainen. We worden een beetje moe door het warme weer. Zo'n zonnetje staat erop. Scheppie prie. Jij mag het lekker even bij mij doen, ja? Ik film even mezelf. Wat heb ik hier? Ik heb weer de drone in mijn handen. Want één hengel lag niet helemaal op scherp. Die lag in het wierveld. En kijk, zoals je ziet, het voertje is wel helemaal gelukt. Het is nou echt een smerig papje geworden. Het bloedwormenpapje. Wat gaan we doen? Daar gaan we eens een schepje van in doen. Laat eens even zien. Zo, dit is vies. Ja, het is echt heel smerig, hè? Met die een hele verse zak bloedworm erin. Allemaal verse bloedwormen inderdaad. En hoe druk is het geworden aan de waterkant? Fucking druk. Vertel even over die Nederlanders die we tegenkwamen. Ja, we kwamen Nederlanders, die kwamen eigenlijk even hier naartoe. De buurt, die zijn dus sinds 1 uur waren die al rond aan het rijden. Die hadden iets van 10 stekken gezien en overal zaten vissers. Ja, bizar hè? Dus, dat is niet mooi. Maar het andere wat wel mooi is, dat het toch lekker aan het vissen zijn. We zitten hier toch wel lekker hè, Shit? We zitten hier als koningen. Godver. We hebben net de boot uit te varen, we hebben het jullie laten zien. En wat zagen we toen? Ja, 20, 30 karpers. Alle karpers, zo bang als wat. Ja, allemaal op het bier. Echt bang. Dus het lijkt wel van als je niet dicht bij elkaar ligt. Dan hoor je er niet bij. Nee, en ze durven niet op de schone plekken te komen, alleen maar in het wier liggen. Maar je zag het op de film, echt de voerboot net op het randje van het wier gedropt, naast de karpers. Je zou denken dat we als een van de beste aan het vissen zijn hier, zeg. Ja, maar je weet het, hè. Er moet een keer gegeten worden. Jongens, jullie zien het lekkere pennen. We zijn ondertussen aan het koken. En Daniel Tiedink is lekker paprika aan het snijden. Lekker paprikaatje aan het snijden met een bommes. Ja. Dat werkt nu altijd. En verder ben je goed bezig. Wat gek. Ja, maar goed, kijk, lekker bordje met groenten. De pennen staan op het kook. Zometeen een beetje gehad. Lig hier. Met een ja, ook nog eens. Rundig hakje van de Albert Heijn. Kan geen kwaad. Ja, eiwitten. Het is zo koud deze nacht. We kunnen het gewoon lekker zonder koekwas bewaren. Ja, dat is top. Het wordt niet eens bruin. Ja, beter dan de zomer. Wij gaan lekker eten. Hopen van een karpertje zometeen. Het zou mooi zijn. Ik check je straks. Zo, de man is lekker bezig. Hoor dat geluid. Hé, hey, bonsoir. Nederlands! We zijn het filmen, vind je het echt? Jammer. Lekker wezen, hè? Dat nu op. Meneer, goedenavond. Ja, we gaan lekker even eten hier, goedenavond. Hij stond helemaal slap, hè? De kilo staat erin bij, kijk. Ja, pak hem. De kilo staat erin bij, kijk. Denk je dat hij er doorheen hebt gegooid? Jongens, het ondergaande zonnetje. En je ziet het nog net, maar Daniel staat met een... Komt op. En het is... Ik denk geen karper. Ik denk witvis, heel erg gezegd. Je weet het nooit, hè? Ik ga eens even het lampje aanzetten, trouwens. Zo zie je tenminste wat. Ik moet even stellen, witvis. Komt er hier. Ik denk dat het door de andere lijn gaat, zo. Kijk, het zit er overheen. Het onderdeel. Ah, die ligt sap. Dat komt maar goed. Ja, het is een tinker. Gaan we
Ik heb zoveel ongeluk. Je hebt wel veel ongeluk. Ja, kijk. Ja, dat is geen kappa. Kut, sorry. Is het een Tinka? Ja, zo'n vermoeden heb ik wel. Kijk, hij vecht wel voor Tinka. Ja, dit is er een, hè. Maar dat is zoot, hè. Zo, ik was wel, het schoot in mijn hart. Het is weer zover. Knoot, zo is het mijn beurt. Nieuw water. Het officiële Tinka Tinka. Gisteren was ik al boos, hè. Ja, en nu? Toen hadden we wel goed maken, hè. 25 kilo. Ja, daarom gaat het weer gebeuren. Ja, zeker weer voor jou. Ja, nu ben ik weer. Wel mooi in het onderlipje. Ja. Richtjes van chitten. Ik ga in het water, want ik ben er klaar mee. Richtjes van chitten werken altijd. Je ziet er wel niet heel blij uit. Nee, ja, even een kleine glimlach voor de film. Jongens, duimpje omhoog voor Daniel de Tinka Tinka Boy. Dat is een sip als een beer. De boze man. God, voor elke keer is het raken. Nieuw water, weer een zilt. Nieuw zilt. Gisteren, chitten karpen, ik weer een zilt. Chitten karpen, ik braas hem. We doen run op run. Hij heeft me al gerund, dus hij is weer aan de beurt. Maar... ja, ik zei nog, want ik was eigenlijk aan de beurt. Ik zeg, heel Daan, jij mag gewoon eerst erin op het water. Dank je wel, maar. En dan, dat ik hem wel van. En we hebben hier brood, want het is. Hey, vieze ratten, kijk. Ja, het is echt niet normaal. Er zitten hier zoveel ratten, gek. Dus we gaan ze even lekker voeren. Ja, we zitten in het rattenbos. Zitten echt diep in het rattenbos. Ja, jongens, daar staan de engeltjes nog. Hartstikke kalm. En een hele goede morgen met. Hallo. Zo, zwerver Daniel Tieding. Ja, dat ziet er goed uit, hè. Ja, je ziet er goed uit. Knap, hè. 3 dagen mijn haar al niet gewassen, dus dat ga ik vandaag wel even doen. We hebben de douche meegenomen. En ja, het is karig. We hebben niks gevangen vannacht. We hebben een zilt en chit een witvisje verspeeld. Maar volgens mij heeft helemaal niemand wat gevangen nog meer. En dan willen we misschien wel gaan verkassen, maar het is zo druk in Noord-Frankrijk. Alle kanalen, alle putten zitten helemaal vol met Nederlandse en Belgische vissers. Dus we kunnen hier wel vertrekken, maar de kans is heel groot dat we dan geen mooie stek meer vinden. Dus ja, of gewoon geen stek. Ja, of geen stek. Dus we gaan even een bakje koffie maken. Peukje erbij en dan gaan we even overleggen, mensen bellen. Kijken wat we kunnen doen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Daniel, vertel. Ja. Nou, het klinkt heel raar, maar ik heb echt de hele nacht diep geslapen en ja, gedroomd over een bak kwark. En echt de hele nacht dat ik een bak kwark aan het eten was ook. En ik werd net wakker en ik had zo'n trek in een bak kwark, dat is echt ongekend. Dus we gaan ook een kwark eten dan. Yes, dames en heren, we hebben even lekker de tandjes gepoetst. En het is hier vannacht helaas niks geworden, dus we gaan naar een andere stek toe. We hebben even geraadpleegd bij een paar goede vrienden. A.k.a. Jelmer Simmons, Gerco van Over en The Legend. Dus we hebben een paar mooie stekjes gekregen. Maar vertel. Ja, we hebben denk ik 8 of 10 stekken gepind. En we gaan gewoon eerst een paar stekken die bij elkaar zitten afrijden. Om kijken of het een beetje te doen is qua vissers. En als het zo is, gaan we het gewoon proberen. Ja. Ik denk dat het daarop neerkomt. We hebben supermarkt knallen morgen en overmorgen alles dicht, de Pasen. Daarom. En we gaan gewoon door tot die bak in het netje ligt. Yes. We gaan er 10 keer ver aan de beurt. Goed, yes, lekker. We hebben nog 2 nachtjes, dus we moeten nog even waarmaken. Het zou zonde zijn om hier te blijven zitten en niks te vangen. Voor mij heeft niemand iets gevangen aan heel de hele. Helemaal niemand wat gevangen inderdaad. En ook daar zat vanochtend iemand, die is weggegaan. En voordat wij wakker waren, zaten er alweer 2 nieuwe. Dus... ah, het is zo druk hier. Bizar. Hoppa. Alles ingepakt. Echt denk binnen het kwartiertje. Kwartiertje inderdaad. Bizar. Heel de stek helemaal schoon, al het afval opgeruimd, niks vergeten. Helemaal top. Hoppa, we kunnen door. Lekker. We worden efficiënt. Nieuw watertje, nieuw avontuur. En degene die stil blijft zitten, dat zou je het ook nooit weten. Ik krijg altijd alleen spijt van dingen die je niet doet, jongens. Zo jongens, daar staat het autootje weer. En Daniel, die loopt daarachter, want die gaat even wat wegbrengen. We staan hier dus aan een leuk watertje. Het is niet zo groot. Ik verwacht eigenlijk ook niet dat er super grote vis zit. Maar het is wel helemaal leeg en dat is al super mooi. Het is ook heerlijk, lekker rustig. Je hoort de vogeltjes fluiten. En je mag hier ook nog vissen, dus dat is ook mooi. Dat hebben we net even op het bord gelezen. Of Google Translate kan je nu foto's maken van borden en translate die alles in 1 keer. Dus dat is wel mooi. Het is waarschijnlijk niet super diep. Dus de drone die is leeg, dus zijn we even aan het opladen. We gaan even een rondje om het water heen lopen. Kijken of we al vissen kunnen spotten en anders met de drone. En als we niks zien, dan gaan we door. En anders gaan we misschien wel even een nachtje proberen hier zo. Yes, aangekomen bij het volgende water. Bij het nieuwe water. En wat je nou bij elk Frans watertje ziet, is zo'n kaart. Dan zetten ze allemaal op wat mag en wat niet mag. Dus we hebben hier een
Google Maps en dan maak je een foto ervan. Google Maps? Of Google vertalen. Ja. Dan vertaalt hij gewoon alles. Dan zegt nachtvis alleen toegestaan op het water met onder andere extra het hele jaar geopend. Geen idee, waarschijnlijk moet je iets van een extra hebben voor nachtvissen. Ja, en een landreset en bij vangstreek vrij laten. Ja. En we kunnen wel even kijken in het water, toch? We hebben nog tijd zat. Ja, zeker doen. Chit! Dit is de magic man. Ja, niet normaal gek. Zo, hoe snel je al die vissen kan spotten en waar ze zitten. Binnen hoeveel minuten? Twee denk ik. Ja, twee. Ze zijn een heel rondje om het water gelopen, niks gezien. Denk hoeveel vissen waren het? Ze liggen allemaal hier gewoon voor het kantje. Ja, al die mensen? Denk ja, die wel, denk wel 80. Ja, dat is niet normaal. Ik heb er nog nooit zoveel gezien tegelijk. Ja, mooi is dat. Durf het aan met die nachtvisvergunning? Denk het wel, toch? Ja joh, en anders dan zien we vanzelf wel Fransman aan ons toe komen. No tent, no. We gaan er werk van maken, pik. Zo. Daar zitten we. Hé, hey, daar zitten ze. De levensgenieters. Heerlijk, in de Franse zonnetje met 11 graden. Het is 11 graden, maar het lijkt me zomer. Niet normaal. Maar we zijn even langs de supermarkt gegaan. Natuurlijk een paar stekken bezocht. Maar dat was ook niet alles. We zijn hier op uitgekomen, rondje wezen lopen en we dachten na enige twijfels. We hebben die drone in de lucht gegooid. Ah, wat zagen we daar? Fucking veel vissen. Echt. Niet super groot, hè? Ik denk dat ze een beetje rond de 10 kilo zijn. 10 kilo's. Ze zwom wel een hele dikke naast trouwens. Maar we zagen er denk ik op 80. Dus... we zagen er echt heel veel. Gaan we proberen. Ja, met nachtvissen weten we niet zeker of het mag, maar we hebben gewoon eerst even de spullen voor de dag op de kant gezet. Gaan we de hengels in het water gooien, althans varen. En dan als het donker wordt, denk ik meteen zo bouwen. Nou, als het donker is. Als het donker is, inderdaad. Goed, voor zover kunnen we nog een beetje bruin worden. Zo is het. Ik moet terugkomen dat ze zeggen, zo ben je naar je pizza geweest. Ja, die in Mallorca gewerkt. In die maanden. Nee, hoe gaan we het aanpakken? Wat vind jij? Ja, de helft van de Engels met Ronnie's, de andere helft met Bodies. Mooi voerstekje maken, kijken wat voor werk en daar doorgaan. Oké, dan gaan we er werk van maken. Hoppa, oh. Dat is dan, hemeltje nummer 1, bodemaas met de bloedworm. Halibutboilie, 20 mm. Helikopter systeem visveilig. Die gaan we helemaal rechts bevissen. Voor de rest nog 1 bodemaas en voor de rest 3 rommies. Even kijken wat werkt. We hebben veel vis gezien. We zijn een beetje optimistisch, maar we moeten hem niet te vroeg krijgen natuurlijk. We gaan bijvoeren met het papje wat we gisteren gemaakt hebben, zoals je kunt zien. Hey. Ja, dat is nog wel lekker papje. Ja, wat een smurrie is dat je. Ik doe even een klein schepje van mij. Vindt de boot ook zo fijn? Ja, dat vindt die boot helemaal uit. Hij wordt er steeds schoner op. Dan gaan we deze uitvaren en straks even de camera op de hengel zetten. En ik hoop dat we een live run kunnen filmen. Dat zou mooi zijn. Kerel, wat heb jij gegeten gisteravond? Ja, dat is niet best. Het is echt niet normaal. Dat bootje wordt er lekker schoon van. De laatste restjes. Dan is het emmertje op en dan gaan we een nieuwe voorraad maken van ons voertje. En nou hopen dat een beetje van. Ja. Hey, we zitten hier wel lekker, hè? Lijkt me een soort betaalwater gek. Lekker weertje, echt fucking helder water, hè? Veel vis? Nou, nog een derde engeltje. Hé, hey, en die vierde engel, dat was wel mooi, hè? Ja, die ligt prachtig. Ja, je zag het op de drone. Poh. Die laatste engel ook nog een beetje die kant op. En dan gaat het knallen worden. Ik hoop het. Kijk eens, maat. Lekker chappen. Heerlijk. Hoppa. Lekker eitje. Eitje met spekkaas. Daar liggen ze. Ga je hoort erbij, hè? Ja. Van eten, dus geef het echt een goede voorbeeld. Zo. Ziet er weinig uit. Ik ben ook lekker bezig. Kijk eens, hoppa. Heerlijk. Gaat ook bijna fout. Het is smakelijk. Goeie lekker. Nou, die voelt nog niet echt heel erg af. Hij ging zwaar door de slip, gek. Ik schrok al. Waarom is... inspirerende tekst op de achtergrond. Wat is het dan? Nee joh. Giebel. Wat is het? Een giebel. Nee, een brasem. Nee, een giebel. Nee, wat de fuck is het gek? Een giebel weet ik. Nee, allebei niet. Wat is het joh? Wat is het dan nou? Een winde. Is het een winde? Ja, dat is een winde. Nee joh. Ja. Dit is Big Five. Let's go. Wat is dit nou? Is dat een winde? Ja, voor mij wel. Of is het niet een cruise carp of zo? Voor mij is het een winde. Denk je? Ja. Ah, ik heb nog nooit eerder een winde gehangen. Ja, is het een winde? Zo, wat een raar beest. Wat is het? Voor mij is het een winde.
Dames en heren, laat even weten in de comments wat de fuck het is. Laat hem even eerst zien. Ja, goed. Dat zeker. Voor mij is het een winde. Echt een lelijke. Een hele lelijke. Piranha lijkt het wel op. Het is een piranha. We wouden net de hengels opnieuw gaan doen. Is toch lekker dan? Dan ga ik je beurtje weer. Ja, ik sta nergens meer van te kijken. Ik ben blij dat het een nieuwe witvissoort is. Is toch mooi. Hij is ook nog stoetuin. Beetje. Wat is het, joh? Het lijkt wel een hele goede kop voor. Dus ik weet het. Ja, voor mij is het een winde. Ja, het winde heeft een heel raar mondje. Oh, even rustig. Is het heel erg raar. Hij gaf wel een harde fluit, hè? Koude hond! Ik zit helemaal onder. Ja, hij is boos. Ja, ik ben ook boos. Dan. Hij gaat hier komen. Heel boos. Hij gaf een hele rare fluit, hè? Hup, lekker takkie door de lijn. Kan er ook nog wel bij. Hey, doe nou even rustig, man. Daar even zien. Even snel. Ja, ik zou wel een beetje aan de waterkant. Hey, wat de fuck is het? Het is geen giebel? Draai hem om, naar mij. Hé. Hey. Ja, voor mij is het gewoon een winde. Ja, ik weet het niet. Een lelijk beest. Een heel lelijk beest. Wil je een mooie foto? Ja, voor de witvis Big 5. Ja. Nou, nummer 4 van de witvis Big 5. En daar gaat hij. Je hoeft er nog maar eentje, hè? Ja, eigenlijk wel. Nou, op zich. Ik heb er wel 5. Ik heb er wel vertrouwen in eigenlijk. Nou, we gaan alle hengels binnendraaien, want alle buren die zijn opgerot. Dus we gaan met de drone weer vliegen. We kunnen nu helemaal als een grote waai over het water heen vissen. En ik dacht dat dat leuk was voor mij. Maar ja, dan komt deze rakker in één keer tevoorschijn. Is toch mooi? Dus het is weer wat shit is gebeurd. We gaan doorknallen. Is toch mooi? Hey. Ja, pak hem maar. Gek. Is dat even gek? Ja, een kutzooi. We waren net aan het eten. Een broodje rookworst. Kijk, hier ligt die olie van chitten. Lekker mos zetten, zo alles erop. We waren er net klaar voor, hè, Chit? We waren er net klaar voor. Is karper, ja zeker? Dat denk ik wel. Ja, klote zooi. Dames en heren, het zit mij ook niet mee deze trip. Ja, je weet het nog niet. Ja, ik weet het niet, maar... Ja, hij is van soort naar links. Het is weer een karper. Goed, maakt niet uit. Hetzelfde hengeltje, hè? De koude, elke keer hetzelfde hengeltje. Alles Daniels hengels. Koude hond ben jij. Lach maar. Oké, drill even door. Ik ga even snel mijn broodje nog klaarmaken. Ja, maar je wordt koud. Doe maar een broodje maar. Lekker pik. Ja, wel lekker. Ja, hij is niet groot. Ga je hem zelf scheppen? Ja, toch? Ga je wel. Tenminste, nieuw water, de eerste vis. Mochten daar nog mensen carpet tips nodig hebben... Kan je bij deze man aankloppen? Oh, nou, laat maar zitten. Hey, Chit. Ga goed. En die onderlijnen van mij, nou, die laten niet meer los. Wat een gezeik. Hij zat er nog niet in, joh. Ja, hoppa, buiten is binnen. Nou, jongens, daar is hij dan. De eerste vis van de nieuwe water. We hebben er echt lang voor moeten bikkelen. Maar hij is toch mooi gekleurd? Bizar. Niet normaal. Mooie gouden kleur. Super helder water natuurlijk, dus dan komen die kleuren echt tot z'n recht. En eerst is eindelijk binnen. Op naar nummer 2. In het water toch wel een kleine, maar het valt reuze mee. Hij is mooi geworden, zeker ja, weten. Flink jongen. Jongens, het is niet normaal. Gaat het dan toch gebeuren? Ik denk het even niet. De Witvis Big 5. Iedereen zat te wachten op de eerste korver van Daniel. Nou, nee. Lekker voetbal te kijken. Het hengeltje die gaat denk ik af. Weer dezelfde hengel trouwens. Alle vissen worden gevangen met deze hengel. Ik weet niet wat dat is, maar ik denk dat het witvis is. Ja, het is toch bizar. Daniel had die ding. Jezus, dames en heren. Wat is het? Een karper, kijk. Nee, joh. Ja. Nee, joh. Dan moet ik wel zeggen dat ik witvis groot heb gevangen met deze karper. Maar het is er wel heen, hè? Kijk hem eens aan. Het is heel de water ook, kijk. Zieke shit. Kun je even alles zien? Kijk, daar is hij. Uiteindelijk hoe het voelt om een karper vast te houden. Ja, het heeft even geduurd, jongens. Nou, hij is echt ijs en ijskoud. Ik schat hem 1 kilo of 3. Nou, ik heb zilte gevangen, die grote hemmen dit. Maar we zijn tenminste van de nul af. Ik vind het een mooie vis. We gaan toch als trofee even een foto maken.
Want deze zwemmen zit aan de beurt en hopelijk daarna die eenzame ijzerganger. Het zou mooi zijn. Wil je de andere kant zien? Zo, het is koud ook, jongen. Willen we sporen? Het is een mooie vis. Het is wel mooi helder. Het is echt fucking helder. Super mooie water. Toch hebben we de visvangst al verdubbeld. Hier kom je voor de vangrij. Wat een bak. Wat een bak. Hier kan je toch van genieten. Hier kom ik voor de vangrij. Helemaal uit. Kijk eens, ons romantische plekje. Twee stoelen, tv'tje erbij en een kaarsje. En we hebben onze nat accommodatie ook opgebouwd. 5-sterren hotel hier zo. En hier hebben we onze bedje staan. Hierachter staan gelijk de hengels. Nog meer hengels. Schepnet, kreddel, voer. Chit, kom eens. Ja, kom eens even lekker zitten, joh. Kom eens even lekker zitten. Kom eens even lekker zitten, hè. Hoofdlampje uit. Dat is toch wel echt een 5-sterren hotel. Ja, vertel. Vertel wat. Nou, wat zijn we aan het doen? Oh. Voor gekke werk. We gaan lekker buiten slapen. Zonder tent. Het is 2 graden. En ja, je doet gek, hè. Lekker morgenochtend dat heel je bed onder het vochtdamp zit van de ochtend. Dat je dan zo omdraait en denkt, woe, wat koud. Daar doe je iets voor. En mochten we worden weggestuurd vannacht, dan kunnen we in één keer... Hoef je ook niet veel op te ruimen. Nee, je mag hier gewoon nachtvissen. Maar er staat dus, als je het vertaalt, plus extra of zo. We snappen of... Extra opties heb je nu. Maar ja, we snappen er geen snars van. We hebben gewoon die vergunning. Dus geloof het wel. Maar als die extra iets is wat we toch niet hebben, zou het wat minder zijn. Ja, plus morgenochtend snel wegwezen. Kunnen we zo de tresses erin gooien. En dan zijn we zo er vanoor. Even hengels in klappen klaar. Ah joh, het is wel eens lachen zonder tent. Hè? Ja joh, we hebben het vaker gedaan. Nou, kijk, je slaapt lekker, mat. Hey, en ik heb mijn eerste karper. Dat is niet normaal. En dat betekent ook weer dat ik aan de beurt ben. Dat vind ik heel erg mooi. Slaap lekker. Slaap lekkerder inderdaad. Het is een hele goede, koude 12 uur. Ja, nou. Het is vooral heel koud. Zullen we eens even kijken hoe laat het is? Zo, ik lag nog niet te slapen en toen ging die toch. Het is 10:50. Ben je aan het filmen? Ja. Hallo. Ja, het is echt mega koud, pik. Echt fucking koud. Maar je hebt wel een spiegel in plaats van een schip. Doe eens even hard ademen. Ja, het is echt heel koud. We gaan dood vannacht, ik. Het is echt een kleine spiegel, dus we gaan een snelle foto maken en dan kunnen we gelijk zwemmen. Dat is de boer van de schip. Ja. Mooie karper gevangen. En het is echt niet normaal, als je er niet meer uit, moet je die bek zien. Ja, dat is echt de grootste papegaai altijd. Ja, er zijn hier super veel bomen en takken onder water. En dan zijn er mensen die denk ik niet kunnen vissen. En dan gaat het wel fout. Echt knap dat die gewoon zichzelf nog kan haken. Ja. Hij zat ook mega vast. En we gaan hem lekker terugzetten. Ik ga hem een warm bedje. Ja, snel gek, het is koud. Koud. Water. Ja, koud om. Hier dan. Dit ziet er wel leuk uit. Ja, schattig visje. Heel leuk. Die afgelopen 3 visjes, dat zijn denk ik die beesten uit de groep. Ja, uit de hele grote groep die we zagen. De eindselganger. Ja, en we zagen een paar solo vissen zwemmen die wel wat dikker zijn. Ga ik vanuit. Koekoek! Het is echt heel koud. Dames en heren, het is ondertussen 1:15. We komen niet aan slaap toe. Elke keer liggen we net in bed en dan gaat die hengel na een half uurtje. Ik heb deze keer wederom weer een karp in mijn hand. De 2e van de nacht, maar wel wat dikker moet ik zeggen. Oh, de 4e al van de nacht. Kijk eens, mooie vis. We hebben een pens, daar zeg je u tegen. Daar lussen de honden wel brood van. Hij is echt mooi rond hoor, moet ik zeggen. Hij is echt, ja, een bolletje rond hoor. Hoe noemen we hem? Wat zei je? Noemen we hem Billy de Skippybal? Ik noem hem... Lily het varken. Mooie naam, jongen. Ja, nee, een prachtige jongen. Ik zal nog even de vis omdraaien. Zo, die ruffin in mijn hand, gek. En snij hem even kapot. Scherpe ruffin heeft hij. Lily, joh. Lily, doe eens even normaal. En hij is koud. Hij heeft wel echt pens, hè. Kanon. Lily, het is wel hard, hè.
We gaan een foto maken, mag deze jongen weer even zwemmen. Zijn vrouw. Mevrouw. Nou, ook voor Daniel is het top 3. Moeten we die vissen wel vegen? Die van net hebben we dat niet gedaan. Ik schat die in een kilootje of 3,5. Deze staat nog op 0 kilo. De weegschaal is er nog 1,2 kilo vanaf. Nou, het zou niet heel veel zijn. Nou. Toch 10,5. Min 1,2 is 9,3. Nou, dat is bijna 20 pond dan. Nou, nog even in kilo's en dan kom ik bij jou in de buurt. Ja, mooi. Hé, hey, jammer. Hé, hey, goedemorgen. Goedemorgen, hoe is het? Ja, niet normaal. Kijk eens, het is echt fucking mistig. En we hebben hier chittenmeister met de kromme hengel. Goedemorgen. Hoe lang ben je wakker? 1 seconde. Die denk ik wel. Ja, dat zie je. Lekker ochtendbekkie. Je zit even voor het kantje hier, hè? Ja. Hij is echt niet werk. Wat zeg je? Is toch weer klein. Oh, zo. Oh, mooie spiegel. Hé, hey, goedemorgen. Ja. Hoppakee. Hotsflotsa. Hij is in de pocket. Jee, ik ben moe. Ja, gaan we deze even op de film zetten? Ja. Ontbijten en opereren? Dat gaan we zeker doen. Hoi. Strijder. Henkie. Ja jongens, daar hebben we hem. Henk de kale spiegel. Nee, hij is niet helemaal kaal. Hij heeft best wel mooie kleine schubjes. Zoals je ziet. En ik denk een kilootje of 10. Zeker een mooie afsluiter voor het water. En toch leuk om even wat visjes gevangen te hebben achter elkaar. En we gaan toch nog... Zullen we het even kassen? Op naar een laatste water. Op naar een echte grote bak. En leuk om even een paar visjes tussendoor te vangen. Maar die grote bak die moet er nog even komen voor Daniel Tiedi. Let's go, Dio. Zo, het is echt fucking mister, hè? Bizar. Kijk erheen. Het ziet er wel echt mooi uit, zeg. Ja, het is echt mooi over het water. Je ziet het bijna niet op de camera. Maar het zonnetje begint een klein beetje door te breken daarachter. En dat zou moeten betekenen dat de mist zo meteen verdwijnt. Nou, goedemorgen. Ik ben ook net wakker. Kun je ook wel zien. En we gaan even snel ontbijten. Lekker volkoren krekkertje. Altijd lekker. En met pindakaas. Echte Hollanders. En inpakken. Ik denk dat we binnen 5 minuten de auto vol hebben. En dan gaan we doorrijden. Het laatste water. Dat is wel lekker, je auto. Ja, lekker. Lekker. Ah, snel geregeld, pik. Nee jongens, prachtig. Binnen 5 minuutjes gaan we er gewoon weer vandoor. Dat is fantastisch. Lekker krekkertje op kaas. Hey, we gaan door naar het laatste water, vind je niet? Ja, zeker weten. Yes, lekker een half uurtje bezig rijden. Maar je ziet het al, dicht hek. Betaalwater. Dat is niet handig. Nee. Kleutse. Dus we hebben nu nog een paar andere stekken, maar die zijn vanaf hier wel weer 3 kwartier rijden, denk ik. Misschien wel een uurtje. Helemaal de andere kant op, dus doorknallen. We gaan die kant op. Moet je even horen dan, we zijn aangekomen. Hé, hey, Chittenmeister is ook lekker dansen. Lekker dansen. Hey, we zijn aangekomen op het volgende water. We zijn net een paar waters afgereden. Alles zat helemaal vol, leek van camping. En we zijn nu aangekomen op een water wat ik eerst niet herkende. Maar ik heb hier dus 4-5 jaar geleden al 2 nachten gevist. Samen met Lientje was het destijds. Niks gevangen toen. We hadden heel het water voor onszelf, maar was ook wel heel moeilijk de omstandigheden. We hebben net een bord gezien en we hebben de nachtviszones gecheckt. Helemaal achterin daar, zo hebben we een hele mooie vrije plek. We hebben geen last van alle andere vissen hier zo. Lekker het water voor onszelf. Het is wel een heel lastig water. Heel veel verschillende dieptes. Varieert heel erg. Hou naar de stek voordat er iemand zit. Ja, maar we hebben een dieptekaart. Dat is goed. En dan zwemmen we hier wel echt bakken. Dus willen we nog een grote vis vangen, dan moeten we hier zijn, denk ik. Zo is het, jongen. Maar kijk, je zit hier lekker hoor. Echt wel mooi water, heel veel diepteverschil. Ja, dat is heel lastig qua dieptes. En dan gaan we dus even de drone de lucht in gooien. Dat is even te checken, kijken of we vis kunnen vinden. En dan gaan we daar naartoe vissen. Komt ja, goed. Moet goed komen denk ik. En het is even stijden, want we gaan morgen vroeg weg. We gaan morgen lekker vroeg weg. Weer lekker naar huis rijden. Ik ben echt moe. Dus we moeten goed slapen vannacht. Je hebt koffie nodig. Het is tijd voor een bakje koffie. Even werken. Yes, dames en heren, we zijn op een nieuw water aangekomen. Lekker mooie rustige locatie. En we gaan even een voertje maken. Laatste nacht, dus we moeten knallen. Ik heb hier het basismixje bestaande uit bloed van pellets, tarwe, hennep en boekweit. Zoals je kan zien, flink laag. Dan gaan we nog een klein beetje aan toevoegen. Ik heb hier nog een restje, ik heb hier nog een restant over van de haringbloedpellets. Nou, veel zal het niet zijn, ik denk veel 100 gram.
En we gaan alles op alles zetten. Dus we hebben hier nog twee zakken met verse bloedwormen. Zoals je kan zien. Lekker spul. En ja, is echt super attractief in het voorjaar. Die vis komt eindelijk een beetje los. Die ontwaakt uit de winterslaap. Zeggen ze. En daarvan gaan we even twee zakken erin gooien. Als die dat tegenkomen, die worden helemaal gek. Die beginnen te vreten, dat wil je niet weten. Nee, dat wil je echt niet weten. En dit is 1 liter per zak. Dus we gaan er nou even een 2 liter bij gooien. Zo, dat meurt echt niet normaal. Het is natuurlijk al een paar dagen buiten de diepvries. Even goed uitknijpen. Zo, kijk als je kan zien. Die bloedworm, zo. Kijk dan. Stinkt, ouwe. Kijk, allemaal dode bloedwormen. Maar dit ene gebeuren gaan we door elkaar roeren. Kijk, ik zal hem eens even wat laten zien. Zo. Bloedwormen. Particles, alles op een paar pellets. En we hebben hier dus ook met bollen. En die gaan we er dus niet doorheen voeren. Die gaan we met de werpijp gaan we allemaal los omheen gooien. Dit gaan we in de voerboot doen. Misschien 2-3 bollen zelf erbij in de bak van de voerboot. En dat zou goed moeten komen, zou je zeggen. Ja, en welke beulies vissen we mee? We vissen met de bloedworm halibut, waar we eigenlijk alles op gevangen hebben in deze sessie. En we hebben vannacht 3 ronnies in het water gehad en 2 single bollen. En eigenlijk alle karpers vannacht, 7 of 8 runs, allemaal op de single bollen. Eentje op de ronnie, dus wat we vandaag gaan doen is alle ronnies ervan afhalen en lekker met bodemaas vissen. We hebben hier bloedworm extract, een hele fles. En die gaat er helemaal in. En oh, dat is attractief joh, in het voorjaar. Als die karper hier naast komt, er zit niet veel. Wel een hele grote. Daarom. Jongens, laatste nacht, alles op alles. Alles op alles. Dan moet je wel eens gek doen, hè? Kijk, hoppa, hij is bijna in. Zo. Die heeft veel in de emmerik. Kijk, hoppa, daar is die. Die normaal. Gaan we even rusten en dan gaan we 5 hengels op scherm leggen. Oes. Je ziet het niet heel goed, maar we hebben hier een diepte. Nu wel. We hebben hier een dieptekaart van het water. Oh, hij valt uit. We gaan in het mooie diepe gedeeltes vissen. Dus dat betekent dat Daniel 10 keer tot zijn enkeltjes lekker in het koude water staat. Echt fuck, kijk, 2 of 3 graden ging. Dan ga ik mijn hengels in het water zetten, want dan kan ik hier de bocht om vissen. Kijk, jij moet een beetje zeggen waar ik heen moet, hè? Je hebt een paar hengels, je een tentje in het water, nog een paar hengels verstopt. Chittermeister. Ja jongens, we zijn even heerlijk aan de kop rellen. Jazeker. Genoeg groentes. Lekker stukje kip erbij, lekker salsa, sausje en wat wraps. Ja, dat is fantastisch. Ja, lekker hè? Helemaal uit. Laatste avondmaal. Laatste avondmaal. Jongens, ik wil nog niet naar huis. Ik wil helemaal niet naar huis. Nee joh. Nou goed, we hebben een mooie trip gehad en wie weet vanavond nog even een dikke vis. Ik heb er wel vertrouwen in. Dus, ik denk, serieus, dat we nog 2 vissen gaan vangen vanaf. En dat het grote vissen zijn. Ik durf niet te denken, maar ik hoop het wel. Kijk eens. Een lekkere kipsalade. Homemade, chitten lekker aan de webs. Heerlijk. We gaan lekker smullen. Yes, we zijn vanmorgenochtend alvast even de aanhanger aan het inpakken. Chittermeister hebben we hier zo staan. Hier 2 mooie tenten. Hier 2 mooie tenten. Het is zo aardig donker. Chit. Ja. Hé, lampje uit. In de auto. Lampje uit. En we gaan lekker slapen. Het is... nog niet zo laat, 10:30, maar dan kunnen we even een goed nachtje maken. Morgen weer lekker terugrijden, maar 3,5 uur, dus dat valt mee. En hopen op die bakken, laatste nacht, dus het moet goed kunnen. Dames en heren, jongens en meisjes. Hallo, good morning. Goedemorgen, sunshine. 8 uur 's ochtends en we gaan de spulletjes inpakken. We hebben een beetje haast, we gaan in Nederland hier. Zoals je hier kan zien. Is er iets fout gegaan vannacht? Ja. Ik heb mijn hengel naast de steun. Zit hij zegt daar, je hengel is er vanaf vertrokken. Ik denk, nee, hij ligt ergens in het water. Hij ligt er gelukkig nog wel. Maar dat is wel raar, want... Ik heb geen piep gehoord. Nee, ik heb geen piep gehoord. De slips zijn helemaal open, et cetera. Strek jij het broekje maar eens even uit? Ja, ik denk niet dat er wat aan zit hoor. Het zou toch mooi zijn. Het zou wel grappig zijn. En een dikke 30 a. Jongens, de normale Nederlander ontbijt met een heerlijk zwart bakkie. Maar Daan heeft die ding wat... Waar ga jij mee ontbijten vandaag? Rauwe kop ja leven. Heb je er zin in? Ik heb er heel weinig zin in, maar het moet wel gebeuren. Het moet wel gebeuren. Bijstellen. Kijk eens even. Even mijn telefoon in mijn handen zo. Nou, dames en heren. De unboxing van de rouwkoop jouw leven. Ah, wacht even die andere zijde. Dat scheelt alweer 100 gram. Nou. Het scheelt echt al de helft. Is het olie of water? Olie? Kaaai, nee. Vies schreef. Je wilt het eens zien. Mijn god.
Kijk dan. Kijk, we hebben even een close-upje. Nou, dit gebeurt dus, oh, die zwarte stukken ook. Wat is dat? Resten darm of zo. Dat is lekkerste kleding. Dus als je de challenge verliest met je vrienden. Ja, van je vrienden moet je het hebben. Wij gaan het haast. Ik zou zeggen, bon appétit in Fransland. Ik denk dat je het wel mee wil vallen. Smaaktest, hou van jouw leven. Eerste hap. Het gaat gewoon kouwen. Het valt uit. Hey, die. Die over het groen heen vliegen. Die heeft nog niet eens doorgeslikt, joh, homo. Nee. Even kouwen. Kouwen en doorslikken. Kouwen en doorslikken. Lekker. Ja, geniet. Nou, dat was het eerste lekker hapje. Heb je nog niet eens doorgeslikt? Nee. Kijk dan, die tranen. Ik moet helemaal huilen, man. Ik doe het goed kouwen. Doe eens gewoon slikken. Nee, maar ja, je kouwt niet. Je kouwt als een homo. Gewoon op je bij je. Ja, je denkt, maak gewoon extra veel herrie. Kijk dan. Al. Doe eens gewoon zo. Keel naar achter. Dat is toch lekker? Je bent nog niet eens op de helft. Probeer het eens door. Hier, je hebt gewoon doorgeslikt. Dat ging gewoon prima. Dat was lekker. Kijk eens hoe ver je dan moet. Dit wordt alleen je luk. Je kop. Mag ik wel water erbij? Ja, je mag gewoon het water wegslikken. Hij is zo groot. Koude. Oh. Prikwater, ik zou gewoon lekker normaal water pakken. Vind je het lekker? Nee. Was toch goed? Ik denk dat je beter gewoon met normaal water. Prikwater is goed. Zonder water, denk ik. Oepsie. Oepsie. Ah, ik vind het meevallen? Nee. Had je het zo verwacht? Ja, ik had het ongeveer in deze richting wel verwacht. Ja, jongens, heb je een blauw lijmpje omhoog voor Daniel, de strijder? Ja. Hij heeft het heel gedaan. Ja, hij spuugt gewoon alles uit. Ja, ik probeer het. Oh, kijk, die zwarte stukken. Ik moet het ook echt even voor mijn eigen camera hebben. Kijk hier, Daniel Tiedink. We hebben wel een beetje een aansteller, hoor. Ja, ik ben. Ja, ik heb er een paar keer zo'n heel bakje op. Gewoon door eten. Gewoon doorslikken. Weer. Nou, ik heb je nog geen eentje zien slikken. Zo. Die hoorde wel. Ja, die had niet zo lekker. Zo. Lekker? Nou, ik vind wel dat je voldoende hebt gedaan. Het is goed zo. Het is goed zo. Verlies nooit je vischallenge, vrouw. Nee. Yes, het zonnetje komt langzaam door. De hele stek is netjes aan opgeruimd. Het karretje vol. Chit van de ski. Ja, jongens, het autootje is vol. Het karretje is helemaal klaar. We hebben een prachtig nieuw PB-gevangen. Het was een fantastische trip. Het was wel een moeilijke trip. Met veel andere vissers. Koude watertemperatuur. Nog gewoon 2 graden s'nachts. Dus we hebben alles geprobeerd uit te halen. En voor je de video een leuke toe. Zeker een duimpje omhoog. Abonneer voor meer, want we gaan weer elke week knallen. En we zien jullie volgende week, jongens. Hai toe. Hats. Hats.